Hallo allemaal, ik ben Barbara van Zomaar een Dag en welkom bij een na een lange pauze weer eens een nieuwe vlog. ik heb dit echt al een hele tijd niet meer gedaan en ik dacht van ik ga eens proberen om misschien een wekelijkse vlog te kunnen doen over waar ik mee bezig ben en wat er een beetje gaat gebeuren op de blog. En ik ga gewoon eens kijken of ik dat kan volhouden, dat ik iedere zondag deze vlog opneem en dat hij iedere maandag dan op mijn YouTube kanaal terechtkomt. Dus als je het in de gaten wil houden, zou ik zeker even registreren en mijn kanaal volgen. Waar ben ik zo mee bezig? Ik probeer een hele hoop te haken. Ik heb heel weinig tijd door mijn werk als docent op een middelbare school. En ik heb ook gemerkt dat, hoewel ik echt super enthousiast was over mijn mood blanket, dus iedere dag een kleur te kiezen, die staat voor mijn gemoedstoestand, ik kan het nog steeds niet, het haken met katoen. En ik baal er echt heel erg van, ik heb het meegenomen. Tot nu toe heb ik serieus, nog niet eens twee rijen van mijn mood blanket. Maar ook al is hij echt gewoon super gaaf met alle kleurtjes. Ik weet het niet. Ik ga een plannetje daarvan trekken. Ik ga het zien. Maar zoals je ziet, hij is echt super mooi. Super kleurig. Ja, ik weet het nog niet. Maar eigenlijk moet hij gewoon een soort van een beetje groter worden. Misschien dat ik hem dan maar kleiner maak. Maar dan moet ik nog even naar gaan kijken. Dit patroon van het vierkantje staat op de blog. Alleen het witte gedeelte, dat staat er nog niet op. Daar heb ik helaas nog geen tijd voor gehad. Maar dat komt binnenkort ook wel als een tutorial, ook hier op dit kanaal. Dus dat ligt eigenlijk een beetje stil, helaas. Nou, waar ik wel heel druk mee bezig ben geweest, zijn deze. Dit is er één. En de tweede heb ik hier. Dat zijn bimbers. Dit is er één. En dit is nummer 2. Zo. Voor de yoga. Nou, je ziet, ik ben er bijna met deze. Dus moet nog ietsje langer worden. Ik ben een beetje aan het spelen met ribbels. Of de ribbing, zoals het in het Engels heet, van haken. Ik vind het vooral vervelend dat haakwerk vaak geen rek heeft. Dus ik ben een aantal technieken aan het uitproberen. Om te kijken hoe het bevalt en hoe het zit ook. En dan ga ik hier van deze ribbels ga ik ook de tutorial natuurlijk op mijn blog plaatsen. En dit is lekker de mossteek. Dus die is heel lekker simpel. En het ziet ook onwijs mooi uit. Lekkere beenwarmers. Ik hou ervan. Ik draag ze veel te weinig. Maar dus die zijn bijna af. Jee. Daar doe ik dus 3 weken over. Nagaan. Zo weinig tijd heb ik en zo weinig kan ik dus ook haken. Ik weet niet hoe snel jullie zijn, maar ik ben echt best wel traag. Dus dat is projectje 2. Projectje nummer 3. Daar ben ik al een tijdje mee bezig. En daar was ik een beetje klaar mee. Dat was eigenlijk ook de mossteek. Maar kijk, lekker kleurige sjaal. Super makkelijk in de mossteek. Of in de weefsteek. Of granietsteek. Wordt ook weer genoemd. Sorry voor het kuchen. Ik ben nog niet helemaal fit. Na een griepje helaas. Deze moet nog af. Maar zoals je ziet, lekker warm. Ik ben al heel end. Maar ja, ik denk dat jullie dat ook wel kennen. Zodra je bij die hele lange zijdes bent, dan wordt het saai. En lang. En dan geeft een heel klein beetje op. Maar goed, we zien wel. Ik heb nog 2 bolletjes van dit sokkengaren liggen. Het is van Opal. Het is wat dikker sokkengaren. Echt heel zacht. Fijn en kleurig. Dus ik ga hem zeker weer oppakken. En dan ga ik hem afmaken. Nou, voor de rest ben ik vooral druk bezig met de blog. Ik probeer zo'n beetje iedere 3 weken ga ik nou een patroontje plaatsen. Dus de vorige was 2 weken geleden. Dus over een weekje of 2
komt er weer een nieuw patroontje op de blog te staan. En ja, nee, het was anderhalve week geleden. Dus ik mag nog heel eventjes prutsen met iets. Ja, tutorials, die schiet ik als ik er tijd voor heb. En die komen natuurlijk en hier en op de blog te staan. En ik heb natuurlijk ook wel plannen voor de toekomst. Ik wil heel graag gaan noeken. Daar heb ik vorig jaar al een keer over gepost. Dat is dus eigenlijk al hakend breien. Dat lijkt me wel wat. En ik heb nog wel wat kleine ideetjes die ik heel graag wil uitwerken. En ik hoop dat dat allemaal gaat lukken. Nou, ik wens jullie in ieder geval een hele fijne avond. Steun mij in mijn wekelijkse ideetje. En ik hoop dat ik jullie gauw zie. Heb je vragen aan mij? Nou, ik hoor ze graag. Heb je vragen over haken? Of wil je dat ik hier iets uitleg in zo'n vlog? Dan is er alle ruimte voor en dat hoor ik ook graag. En ik zeg, jongens, tot volgende week. Leuk dat je keek. En heel veel haakplezier de komende week. Doei!